Ze is soms vaag, onzichtbaar, stille kracht. Ze inspireert, ze troost, komt onverwacht. Met soms een lach, maar altijd daar. Ze raakt je, is onaantastbaar. Ze overleeft de tijd. Soms geeft ze mij een gevoel van eeuwigheid. In één moment, eloquent, haar woordje klaar. En tegelijkertijd kwetsbaar. Red haar, anders raken we haar kwijt. Wat zou je doen? Je bent een top of the game. Je hebt er hard voor gewerkt, jaren getraind. Nu sta je voor de buitenwereld opeens op één. En een hypotheek is ineens geen probleem. Wat zou je doen als wat je aanraakt verandert in goud? Gasten willen hangen of ze haten je nou? Als je wil, elke nacht met een andere vrouw. Alles om je heen, maar niets verandert in jou. Wat zou je doen als er velen om je heen alleen nemen? Ook een beetje shine willen claimen, maar het niet echt met je menen. Want heb je problemen? Zijn ze ineens verdwenen? Nou, wat zou jij doen als je je droom ziet verdampen? Het gevoel langzaam glipt uit je handen. Met zoveel man om je heen, en toch sta je alleen op een schip dat alleen nog kan stranden. Nu loop ik door een lege stad, door de lege stroomde straten, over stilgevallen pleinen, en vraag ik mij dit af. Nu loop ik door een lege stad, langs de eeuwenoude huizen. En als ik ooit weer thuis kom, ben ik terug bij af. Wat zou je doen met een paar hits op je naam? Nooit de tijd genomen om er stil bij te staan. Je bent jong en onbezonnen, veel te diep gezonken in de oppervlakkigheid van een flitsend bestaan. Wat zou je doen? Je bent overal bekend, maar je weet zelf niet meer wie je bent. Van volle zalen terug naar een collegezaal, en ben je dan ineens weer student? Wat zou je doen? Er komen nieuwe mensen op je pad die je steunen en helpen, totaal onverwacht. En je wacht op dat addertje onder het gras, maar het gras dat is groener dan het ooit was. Nu loop ik door een lege stad, door de lege stroomde straten, over stilgevallen pleinen, en vraag ik mij dit af. Nu loop ik door een lege stad, langs de eeuwenoude huizen. En als ik ooit weer thuis kom, ben ik terug bij af. Laat me verdwalen, laat me maar dwalen. Ik kan niet langer op de vlucht. Dus laat me maar dwalen, laat me verdwalen. Ik kom vanzelf wel weer terug. Nu loop ik door een lege stad, door de lege stroomde straten, over stilgevallen pleinen, en vraag ik mij dit af. Nu loop ik door een lege stad, langs de eeuwenoude huizen. En als ik ooit weer thuis kom, ben ik terug bij af. Kom je deze kant op? Zo, dat is, het is 10:30 en je zit al heftig in mijn emotie. We keken naar Baas B en Thomas Bank. Producer ben je, een pianist? Ja. Ja. Mooi. Wanneer heb je dit gemaakt? Dit hebben we, nou ja, de laatste zinnen letterlijk gisteravond nog vandaag. Ja, je had ook je telefoon om, ja. Om als soort autocue. Wat een mooie tekst en mooie muziek ook, ja. Dankjewel. Dus dat is een coronanummer. Zo zou je het kunnen noemen. In ieder geval ontstaan in de coronatijd. Ja. Ja. Ben je heel productief op dit moment? Ja, heel productief, ja. Dus die coronatijd heeft jou heel erg een flow gegeven? Eigenlijk wel, ja. Ik heb heel veel energie, heel veel ruimte in mijn hoofd. Heel veel, ja, bezinning ook, weet je. De straten waren, nu worden ze alweer wat drukker. Maar ik ben echt wandelingen gaan maken door de stad. En, door Amsterdam? Door Amsterdam. En genoten van de mooie gebouwen. Ja, dat moet gigantisch mooi zijn, hè? Zonder al die mensen komt alles in één keer veel
dieper binnen zit. Ja, ja. En waar was jij toen je hoorde dat het allemaal stil zou gezet worden? Ik weet niet meer precies waar ik was. Ik denk gewoon thuis. Maar wat voelde je? Maar... Wat kun je nog het gevoel herinneren op? Ja, in het begin had ik zoiets van, wat is dit? En ik maakte me vooral veel zorgen om mijn ouders en mijn opa en oma. Dus in het begin was ik echt geen contact en zo. En inmiddels ben ik wel wat soepeler, wel met 1,5 meter afstand. Maar ik ga wel op bezoek. Ja. Dat gaat niet anders, zeg maar. Nee. En jullie werken veel samen nu? Ja, ja, wij werken nu al 10 jaar samen en we zijn nu bezig met een nieuw album voor mij. En zitten dus nog vaak in de studio. Dus wat dat betreft verandert het leven voor ons niet zoveel. Want we zaten toch al een soort van kluizenaar in de studio. Maar je had natuurlijk nummers gemaakt voor coronatijd, die je dan zou maken voor je nieuw project. Maar die zijn allemaal nu weggegooid en nieuwe nummers in de plaats gekomen. Nee, dat niet. Nee, maar dit nummer, komt het nou op de nieuwe plaat, of niet? Ja, zeker. Ja. Ja, dit... Dit komt wat het grappige eigenlijk was van dit nummer, dat dit was net voor de coronatijd dat we het idee, lege stad als synoniem voor leeg gevoelsleven. Weet je? Ja. En toen kwam de coronatijd en zaten we, wow, weet je, nu is de stad leeg. Weet je? Ja. Dus toen schreef het nummer af eigenlijk. Dat schreef ongelooflijk, zichzelf. Maar kwam het dan omdat je al zag andere beelden, zoals in China, dat het daar ook al dat de quarantaine was of iets? Nee, het was gewoon. We hebben eerst de muziek gemaakt en toen kwam de titel. Het voelde als een lege stad. Ja. En ja. Een soort profetisch. Dus je zou sowieso geen optredens doen rond deze tijd. Dat was echt... Ja, ik was ook met Frans lang. Ja, Frans, was weer comeback. En ik ben vorig jaar heb ik mijn baan opgezegd. Ik was psycholoog. En, dat is wel. Want ik heb het. Jij bent gestopt met spelen. Hè? Je was een beetje klaar mee. Of het ging 10 jaar geleden. Ja, 2009. Toen ben je gaan studeren, psychologie. Ja. Toen heb je gewerkt in een soort. Je kwam iemand tegen die met verslaafden bezig was. Ja, toen heb je een belangrijke functie gespeeld in de zorg. En dat doe je nog steeds volgens mij 1 keer de maand. Of geef je. Ja, ik geef workshops, rap workshops, gevoel op papier zetten aan die jongeren. Ja, dus, en toen besloot je toch weer, toen kwam je Lange Frans tegen, je werd weer verliefd op hem, je dacht, nou ja. Ja, zo ongeveer. Of het geld nodig, ik weet niet wat de reden was, maar wat is de reden? Nee. Wij waren al eerder weer op speaking terms en op een gegeven moment kwam het gevoel wel weer, ik heb altijd al muziek gemaakt door de jaren heen, maar meer, hobbymatig dan. Ja. Maar het gevoel kwam weer kriebelen van hoe zou het zijn om daar weer te staan en nu... In de persoon die ik nu ben en nu ik wel kan genieten van het moment. En weet je wel, dat was toen was het verschrikkelijk. Ja, dat was helemaal weg, hè? Je was helemaal, ik was de passie gewoon kwijt. En nu sta ik er weer en het was heel spannend. Maar ik dacht, ik moet dit doen, het voelt zo. Dus... En je zou met Lange Frans ook weer optreden? Ja, ik had dus mijn baan opgezegd en een beetje wel gerekend op optredens in de zomer. En die stonden er ook, maar die zijn nu allemaal weg dus. Ja, en had je ook te maken met het project Lange Frans? We hebben een klein writerscampje gehad. We hebben nummers geschreven, vlak voordat het allemaal toesloeg, zeg maar, de corona. En ik zou een paar keer invallen als toetsenist bij hun band. Dat is weggevallen en ik zou... Eigenlijk op de dag dat eigenlijk besloten werd dat alles zou stoppen, zou ik met Treintje spelen. Zou ik een paar optredens doen. Treintje Oosterhuis. Ja, met Treintje Oosterhuis. Ja, met Treintje spelen klinkt ook heel erg... Nu je het zegt, inderdaad. Ik ging met Treintje spelen. En dus, er veranderde niks voor mij. Ik zat gewoon... Ik kon niet met Treintje spelen, dus ging je met Treintje spelen. To the point. Maar dat zit er dus nu niet in, optreden met Lange Frans. Nee. Maar dat Land van zou natuurlijk een perfecte in deze tijd... Kan je dat herschrijven, denk ik, of niet? Dat hebben we al 80.000 keer gedaan. Dat moeten we nu nog volgende vraag. Het zou heel makkelijk zijn. Ja. Nou ja, het is ook wel weer mooi. Het blijft natuurlijk een soort nummer dat universeel is, althans voor Nederland. Ja, het zou zo obvious zijn, en wij hebben het er ook over gehad, hoor. Moeten we niet iets schrijven wat we echt nu uit gaan brengen? Maar ik wil ook niet op de flow van corona mee. Nee, dat begrijp ik. Het is meer als tijdsbeeld. En dit nummer is ook heel erg mooi. Want ik weet alleen de titel van dit nummer niet. Wat we net Lege hoorden. Stad. Lege Stad. En het komt dus op jullie nieuwe project-cd. Op mijn nieuwe album. En wanneer gaan we dat album horen? Want heel veel artiesten brengen al eerder hun albums uit vanwege de corona. Of de quarantaine. Wanneer gaan we jullie album verwachten? Ik hoop in het najaar. Mooi. Je gaat tekenen. Namens hoeveel mensen? Wat hadden we? 30, hè? Ongeveer. We hebben 30 mensen. En crew, 30 licht, muzikanten, band. Ja. En geen Treintje?
En mijn treinset. En mijn treinset. Oké, ik ga naar het bord toe. Yes. Ga tekenen. Heel erg fijn dat jullie er waren. Bedankt voor de geweldige muzikale bijdrage vanmorgen. Ja, heel erg bedankt. Dankjewel. Jongens gaan tekenen. Thomas en baas B. En die zoeken nog een plekje voor 30 man. Techniek en medewerkers en licht. En dan geen treintje. Ik vind een hoogtepunt voor deze woensdagmorgen. 30 mannen, dan 666 net en een 8 van Erik Kortom. Ja. Ze moeten steeds lager, omdat het bord vol komt te staan.